Ik ben Kieke van Elsen. Ik werk bij Kandinsky in Waalwijk, eetcafé als gastvrouw en ik werk nu bij Ingram als coronakeeper. We krijgen natuurlijk heel veel mensen van regionaal, maar ook vanuit het buitenland om ons te helpen in de piekperiode. Echte mensen op de vloer die de pakketjes inpakken. Maar ja, wat je weet, hè, corona, het speelt al een hele tijd. En zeker met die grote hoeveelheid mensen waren we op zoek naar mensen die op een vriendelijke manier ons konden helpen. En de mensen konden wijzen op het handhaven van de coronaregels. Het houdt in dat we een beetje controleren dat het personeel zich aan de regels houdt in verband met mondkapjes, de 1,5 meter afstand. De stoelen zijn allemaal uit elkaar gezet. We moeten ervoor zorgen dat ze ook uit elkaar blijven zitten en dat er geen rij voor de rookruimte komt. Via via zijn we in contact gekomen met Erik van Ginneken van Tavernue. Die zei van nou, we weten wel wat mensen vanuit de horeca die op dit moment weinig tot niets te doen hebben. Nou, op die manier zijn we dus in contact gekomen met het slot en Kandinsky. Toen kwam hij bij ons terecht van, hé, ik heb gehoord, bij bol.com of Ingram zoeken ze nog mensen. Dan ga je allemaal rekenen en zo, van wat is het beste voor ons bedrijf. Nou, dan kwam dit uit. En zo is het balletje gaan rollen. Wat is nou echt iets wat lijkt op wat je deed qua werkzaamheden? De gastvrijheid natuurlijk. Dat ze mensen wel met plezier natuurlijk naar hun werk gaan. Dat er een goede morgen wordt gezegd en vriendelijkheid uitstralen natuurlijk. Ja. De vriendelijke wijze waarop de mensen uit de horeca onze mensen welkom heten, ja, dat heeft gewoon al effect. Hey. Buiten het feit dat ze zich aan de coronaregels houden, is het gewoon ook vriendelijk en aardig als je zo welkom geheten wordt elke morgen. De collegiale uitruil heeft mij al een hoop gebracht. Dat ik sowieso nog 3 dagen aan het werk ben. Dat ik Michel ondertussen help. Dat ik het geld in het laadje breng voor een aantal vaste personeel voor uitbetaling in deze coronatijd. En behoud van eigen baan na de corona. Dus op die manier is het wel een mooi, eigenlijk de ideale plaatje voor nu. En we zijn er hartstikke blij mee. Het helpt ons.